Vind jij het mooi? Ik vind het wel mooi, ja. Ja. Jij niet? Ja, zeker. Ja? Ja. Ik vind altijd dat het iets Indisch heeft of zo, met die bollen, weet je wel? Ja. Of vind jij van niet? Ja, ik hoor al aan die jaren dat je het er niet mee eens bent. Ja, laat maar zitten, hè? Het is ook eigenlijk gewoon een kutbasiliek. Oh, verkeerde kant. Beetje donker, maar we hebben één knop voor. Huppakee. Welkom. Ja, let niet op de rommel. Dat is een mannenhuis, hè? Ja. En dan ga ik hier meestal zitten eten, meteen. Ik heb nu ook een beetje honger, maar ik moet nog boodschappen doen. Hoe lang woon je hier nu al? Denk een maandje of 3 nu inmiddels. Ja. Eerste weken was hotel, maar dat vond ik niks. Dus ik ben heel snel verhuisd hier naartoe. Maar ik vond het eigenlijk helemaal niet zo top. Maar het was meer dat het de minst lelijke was, zeg maar. Die anderen waren echt ontzettend Russisch. Met allemaal van die kroonluchters en stoelen met gouden dingen eraan. Zilveren knoppen en enorm veel poespas. En daar ben ik niet zo van. Dus, valt hier nog wel mee? Ja, hier heb je nog tenminste een houten vloer. Dat kom je nergens tegen, hoor. Mis jij het een beetje? Ja, ik denk wel dat ik het mis. Want ik mis gewoon mijn vrienden en zo. Maar ik had wel het gevoel dat ik toe was aan een nieuwe stap. En die is gekomen. Dus, ja. Hoe doe je het eigenlijk als het speelt? Oh ja, dan zet ik mijn Ziggo aan en dan ga ik kijken. Want het zijn natuurlijk wel mijn maatjes. Wie waren je allergrootste vrienden bij AZ? Panta en Teun. Ja, dat denk ik wel. Heb je nog veel contact mee? Ja, elke dag. Elke dag. Gelukkig. Wat zeg je dan tegen elkaar? Ja, we maken heel veel grapjes. En vaak gaat het ook over de wedstrijden of zo. Dan wens ik ze succes. Maar vooral elkaar belachelijk maken. Ook zinvolle dingen, niet alleen maar onzinnige dingen, maar over van alles en nog wat. Ik heb gehoord dat jullie elkaar vaak belachelijk maken. Ja, wij Guus redelijk. Nee. Ja, dat zijn beste vrienden voor elkaar. Soms een beetje op de tenen trappen. Maar ik denk dat het mooie aan ons is dat we het allemaal van elkaar kunnen hebben. En dat we ook wel goed voor elkaar zijn. Ja, hier, dit is eigenlijk de bank waar ik normaal gesproken op zou moeten zitten. Maar daar zit ik nooit op, want hij zit gewoon niet lekker. Ja, want die tv die staat ook eigenlijk altijd zo. Die doe ik nooit aan, want ik kan nog geen Russisch. Maar toch vind ik het wel leuk dat hij een beetje kan draaien. Ik weet niet waarom. Ik ben eigenlijk op alle fronten, denk ik, dat we wel vooruit... dacht van, ja, dat is wel een stap vooruit. Hoewel het AZ op dit moment natuurlijk ontzettend goed doet, maar je hebt geen glazen bol, dus dat weet je niet. Maar op dat moment stond Spartak er Europees gezien beter voor. Is het in principe een club met een grotere aanhang, een grotere historie. En ja, op andere vlakken ben ik er ook op vooruit gegaan. Ja, dan ben ik ook gewoon eerlijk. Ja, financieel bijvoorbeeld. Er waren best een aantal mensen verrast. Hè? Die denken, ja, Guus zal nooit zo snel de stap maken naar Rusland. Ik had zelf dat gevoel niet. Ik had wel het idee dat Guus een jongen is die volgens mij open staat voor elk avontuur. Dus ik zei niet bij voorbaat direct, dat gaat hem niet worden. Nee. Ik wist het al eerder dan dat het naar buiten werd gebracht. We spraken er veel over. Die week waren we ook veel bij hem. Ik sliep bij hem toen. En dat ging over en weer, omdat het ging ook wel in een sneltrein natuurlijk. En ik hoorde dat al volgens mij een week of anderhalf week eerder dan dat het bekend werd. En als je zag hoe enthousiast hij erover was en we hadden alle voor- en nadelen afgewogen met elkaar. Ja, dan was het voor hem gewoon een onwijs mooie stap. Dus ik was alleen maar trots toen ik dat hoorde. Dit is de gastenkamer. En hier slapen dus mijn gasten. Er zijn al redelijk wat gasten geweest. Maar het is gewoon prima. Was dat ook belangrijk voor je om dat te hebben? Ja, tuurlijk. Je moet wel mensen kunnen hebben die hier even langs kunnen komen en me kunnen vergezellen. Want alleen, ik denk niet dat ik dat leuk zou vinden en ook niet zou trekken. Dan hier zit ik meestal gewoon, je ziet het al, Russische les. Ik moet niet gekker worden. Hoe gaat het met de Russische les? Ja, echt heel slecht. Ja, ik heb geen Russische talenknop, ik weet je vertellen. Ja, ik heb les.
Maar daar is ook wel alles mee gezegd. Ja, het is gewoon heel moeilijk. Vooral omdat het alfabet anders is. Kijk, dit is mijn naam in het Russisch. Dat weet ik dan nog net. Maar veel verder gaat het ook niet. Je moet het eerst nog omzetten in je hoofd in Latijnse letters. En vervolgens moet je het nog gaan leren ook. Terwijl ik dan inmiddels al vergeten ben wat het ook weer was. Dus ja, het is, ik krijg allemaal zulke kaartjes. Ja, dit is dus het werkwoord Ljubit. En dat betekent houden van. Maar het zit er nog niet echt in. Dus niet dat ik het dan gebruik of zo. Ja, dus ja, dat was de Russische les. Ja, ik weet niet of je het werkboek nog wil zien. Ja, dat was eigenlijk mijn schrift, maar voor de rest is het ja, nog vrij leeg. En heb je al strafregels moeten schrijven? Nee, ja, ik weet niet hoe, want ik beheers het Russische alfabet nog niet zo dat ik dat kan doen. Nee, gelukkig niet. Ik maak netjes mijn huiswerk. Maar mijn lerares is wel een pittige, dus ik ben ook een beetje bang om het niet te maken. Net was je gedraaid, zoals je ziet. Ik heb geen droger, dus alles moet opgehangen worden. En dit is mijn kamer, ontzettend rommel. Maar ja, wat verwacht je? Ik bedoel... Ja, kom op, ik ben 20. 21, oh jezus. Maar je had wel een beetje op kunnen rijmen, Guus. Ja, je kan dat eraf, alsjeblieft. Nee, ja, ik ga over 5 dagen naar Nederland. Dus ik dacht, ik kan alles wel weer netjes in de kast doen. Maar dat belandt uiteindelijk toch weer in de koffer. Dus ja, ik kan net zo goed hier pleuren. Oh, dit film je ook. Huishouden, hè. Valt best mee met dat mannenhuishouden, toch? Ja, precies. Het gaat nog best oké. Okay. Vaatwasser, de was doen. Kan het wel. Nu alleen nog die kleren. Gaat die uit, hè? Als je... het bovenste gedeelte van die wolkenkrabbers niet meer ziet, dan weet je dat het echt een kutdag wordt. En dan is het bewolkt. Ik voel Moskou al een beetje als je stad, Guus. Ik kan nog niet echt zeggen dat ik me, ja, heel erg thuis voel, want ja, dit is gewoon zo anders. We zitten gewoon in het centrum, moet je kijken. De ene na de andere auto vliegt voorbij. En dan is het nu nog rustig. Ja, ik denk ook dat ik rond die leeftijd ooit de stap heb gemaakt van Kerkrade naar Gladbach. Maar dat was maar 50 kilometer. Dus dat was niet een hele grote stap. En ook niet een hele grote verandering qua cultuur. Ik denk dat de stap van Nederland naar Rusland ook... ja, als je kijkt naar de cultuur in de verschillende landen... dat daar wel wat een grote verschil tussen zit dan zeg maar de stap van Nederland naar Duitsland. Ja, het is altijd heel erg spannend. Op het moment dat je de kans krijgt om in een andere competitie te spelen. In een andere cultuur. Je moet gaan settelen. En ja, ik had wel heel snel, of ik heb wel het idee gehad dat Guus zich snel kan aanpassen. Volgens mij maakt hij heel snel contact met mensen. En ja, ik denk ook dat bij deze overstap zo is gegaan. We beginnen steeds meer thuis te voelen. Steeds meer gewoon... het Russische leven. In het begin had ik wel zoiets van, ja, ik ben Nederland gewend, dus ik ga ook Nederlandse dingen doen. Maar ja, je bent in Rusland, dus dat gaat niet altijd. Wat zijn die Nederlandse dingen dan die je mist? Ja, even een wandeling maken of zo, dat zit hier niet echt in. Want ja, je wordt bijna om de minuut aangereden. Ik bedoel maar. Hoe gaat dit dan aflopen? Ja, heel af en toe maak ik een wandeling met gevaar voor mijn eigen leven. Om even wat boodschappen te halen. Kijk hier, dat is al bijna de eerste keer dat we aangereden zijn. Wat vind je van Moskou? Groots. Ik vind het niet per se mooi, maar het is wel heel indrukwekkend. Ja. Ik denk dat het goede woord is, indrukwekkend. Groot, groter, grootst. Ja, valt zeker wat te beleven. En ik begin me ook steeds meer mijn plekje te vinden. Dus dat is mooi. Waarom merk je dat?
Nou, dat als ik nu naar de supermarkt ga, dat ik het op zich op best wel relaxed vind. En eerst dacht ik wel, jezus, moet ik naar de Russische supermarkt, hoe gaat dat? En ik kan de taal niet en nu heb ik daar niet zoveel moeite meer mee. Oh, ik heb niet eens een muntje nodig. Ja, brood is hier ook niet geweldig, moet ik zeggen. Daar word ik ook niet heel vrolijk van. Het is echt iets Nederlands ook, hè, brood. Voor mijn gevoel. Wat is wel lekker? Hier? Ze zijn heel erg van de zure room. Ja, ik heb er niks mee. Maar... Ja. I got this one. Nou, dat zit er ook weer op. Van Overeem dan eruit na 20 minuten en wordt vervangen door Guus Til. Zijn eredivisie debuut. Seuntjens, Weghorst, Til. God van Til en die schiet er weer in. Bij zijn debuut in de eredivisie maakt hij de 2-0 en is het ook meteen beslist. Voorzet de Lassani, dat is een goede bal en goal. Doelpunt van Guus Til. Scoorde al voor AZ in deze competitie. Vandaag mag hij voor het eerst beginnen van Van der Brom. En een goede paas op Jan Baks. Woudenberg helemaal uit positie. En dus komt daar de 2-1. Dat is dan voordat de extra tijd ingaat de voorsprong voor AZ. En het is weer Til. Hoe belangrijk is die AZ jeugdopleiding voor jou geweest? Ja, ontzettend belangrijk. Ik denk dat het een van de beste jeugdopleidingen van Europa is. En dan overdrijf ik serieus niet. En ja, ontzettend veel geleerd. Ik denk dat het ook... Op een gegeven moment zag ik mijn teamgenoten vaker dan mijn familie. Dus je groeit er echt op en je wordt ook echt opgevoed door de club. En ik denk dat dat ontzettend goed is gelukt. Guus Til is sinds dit seizoen de aanvoerder van AZ. Guus Til, dat is nog eens een 0-3. En hoeveel keer is het al dat je hier bent? 7 of zo, 8. Als het niet meer is. Telkens als er iemand op bezoek komt, ja, laten we naar het Rode Plein gaan. Ik kan inmiddels wel dromen. Wat vind jij mooier? Moskou overdag of Moskou 's nachts? 's Nachts, sowieso. Ja, deze saaie grijze flats hier, ik weet niet of je ze in beeld kan brengen. Dan denk je nu, wat een saaie grijze flat. Maar in de avond zijn ze helemaal opgelicht en dan denk je, zo, wat een gebouw. En dan loop je overdag en denk je, wat is dit? Hè? Had ik echt veel anders in mijn geheugen. Word je vaak herkend op straat? Valt wel mee. Gelukkig maar. Er wonen op papier 12 miljoen inwoners in Moskou. Mijn realiteit is 20 miljoen en daarvan zit misschien 0,05% in het stadion, dus het valt wel mee. Rond december, ja, dan sta je gewoon elke dag zo erg vast in de auto. Eigenlijk kan je het best in Moskou met de metro gaan. In ieder geval niet de taxi. Nee, dan word je, ja, tenzij je de taxi-app hebt, maar... Als je die niet hebt, dan word je afgezet. Is dat gebeurd bij jou? Bij mij, ja. Vanaf het Kremlin, denk ik, reed ik naar mijn appartement toe. Maar ik had nog geen internet, want ik was pas net hier. Dus ik hield gewoon een taxi aan. En hij laat me eerst zo'n kaart zien. Ja, hocus pocus, want ik kan natuurlijk geen Russisch. Wij rijden. Komt hij aan, drukt hij op een knop. Nou, in mijn hoofd ging al meteen, dat is de verdubbelaar. Nou, ik denk dat ik €70 kwijt was of zo. Ja, het sloeg er nergens op. Voor denk ik 3 kilometer, 4 kilometer, zoiets. Het was echt belachelijk.
als je de gemiddelde Russische mens tegenover de gemiddelde Nederlandse mens zet, wat zijn de verschillen, wat zijn de overeenkomsten? Russen zijn in het begin heel gesloten, dus je krijgt niet heel veel uit ze. En Nederlanders zijn wel vrij open, vind ik. Dus het is vaak heel snel al gezellig. En met Russen moet je daar toch wel even goede tijd voor nemen. Maar zodra je ze, hoe zeg je dat, raakt of zo, of een beetje gemeenschappelijke dingen hebt, dan komen ze ook wel echt uit hun schelp. En dan wordt het ook wel serieus gezellig. En lukt dat je ook nu? Jawel, jawel, jawel. Zeker, zeker, zeker. Zouden ze hier kerst vieren of niet? Dit is wel het hoogtepunt toch? Van het Rooiplein, vind ik tenminste. Ik vind het ook zo geinig dat je er zo vlak langs kan rijden, zeg maar. En hoeveel keer is het al dat je hier bent? 7 of zo, 8. Als het niet meer is. Telkens als er iemand op bezoek komt, ja, laten we naar het Rode Plein gaan. Kan we inmiddels wel dromen. Nou, welkom in de chocoladefabriek van Sjaki. Hier stond normaal dus een fontein met watermeloenen erin. Maar die hebben ze vervangen door een kerstboom. Kleintje maar hoor. Hoe is het om een privéchauffeur te hebben? Ja, dat is wel relaxed. Ja. Ik denk als ik zelf ga rijden dat ik niet heel hard uit die auto stap. Ja, je moet wel kwaliteit hebben achter het stuur. Wil je hier een beetje overleven? Ik heb mijn eigen Max Verstappen hier naast me. Dus, dus hoeveel is geen zorgen te komen dat we te laat komen? Nee, zeker niet. Nog nooit te laat gekomen. Ik moet de dokter trouwens nog even een berichtje sturen dat alles oké is. Dat moeten we elke dag doen. Ja. Is dat anders dan bij AZ? Ja, ik vind het eigenlijk ook best vreemd. Je zou zeggen dat het raar is als je je slecht voelt. Dus dat je dan een berichtje stuurt. Maar hier moet je dus als je je goed voelt, een berichtje sturen. Dus dat is eigenlijk elke dag. En als je het vergeet, dan moet je boete betalen. En waaraan merk je nou dat Spartak anders is dan AZ? Ja, vind ik lastig te zeggen. Ja, Rusland is eigenlijk compleet anders dan Nederland. Een grote contrast bestaat er eigenlijk niet. Dus ik kan niet één ding noemen wat anders is. Het zijn er heel veel. Ik denk dat het een hele grote club is. En dat is ook een van de redenen waarom ik hier naartoe ben gegaan. Want je wilt toch de druk voelen van voor de grootste club voetballen van een land. En dat is Spartak op papier. En vooral dat eigenlijk. Het stadion, hoe is dat voor jou om erin te voetballen? Ja, heel mooi. Het is sowieso alle stadions hier zijn natuurlijk heel mooi. Want het is net het WK geweest in 2018. Alleen wat wel jammer is dat bij sommige clubs die wat kleiner zijn, want kleinere aanhang hebben ze wel een mega stadion door de WK. Dus dan lijkt het alsof er niet heel veel mensen in zitten. Terwijl er toch wel wat mensen in zitten, maar dan lijkt het gewoon niet zo, snap je? Dus dan is de sfeer gewoon wat minder. Maar voor de rest mag je zeker niet klagen over de stadion.
Ja, ik ben ontzettend goed begonnen bij Spartak. Ik ben ontzettend goed ontvangen door supporters en ja, ik voelde alle steun. En het resulteerde in de eerste wedstrijden ook tot goede resultaten van team en persoonlijk ook, denk ik. En we wonnen de derby ook en daarna ging het wat minder en is de trainer ontslagen en toen is het met mij ook wat minder gegaan. Ja, de coach die je gehaald heeft, die is natuurlijk weg. Dat is wel jammer, denk ik. Ja, maar ja, zo gaat het voetbal en uiteindelijk komt kwaliteit bovendrijven toch? En dat moet ik maar laten zien. Je speelt minder. Heb je daar nog contact met hem over? En wat zeg je dan tegen hem? Ja, tuurlijk. We proberen voor hem te zijn, om daarin te steunen en eventueel ja, aan te geven wat wij ervan vinden. Zorg ook dat hij zich daar niet alleen gaat voelen, want ja, je zit toch in een ver land. Aan de andere kant hebben we het er ook mee over gehad dat hij gewoon zijn tijd moet nemen. En het is een hele andere cultuur, een hele andere wereld waar hij in is gekomen. En dat beseft hij zelf ook heel goed. Dus hij is zelf ook heel positief gestemd, dat is mooi om te zien. En ja, hij moet gewoon geduld hebben, dat komt allemaal wel goed. Dus ik denk uiteindelijk als iemand kwaliteit heeft, en dan zal hij vroeg of laat zal hij ook op het veld staan. En dat geldt voor Guus hetzelfde. Misschien dat hij nu even in een moeilijke fase zit. Maar ik ken hem ook wel als een persoon die... Ja, die er alles aan gaat doen om ook de nieuwe trainer te laten zien dat hij gewoon in de basis hoort. Dus ik heb daar niet zo heel veel twijfel over. Want ik ben wel iemand die heel graag aanvallend voetbalt. En dat is op dit moment gewoon iets minder. En ja, ik zal weer moeten vechten om erin te komen. Welke karaktertrek heeft bij jou nou de meeste doorslag gegeven om deze stap te maken? De karaktertrek om mezelf te ontwikkelen en... Om, ja, dat ik ambitie heb en dat ja, op een gegeven moment wil je toch carrière maken en kijken waar het schip strandt, toch? Ja, dan blijf je niet je hele leven bij AZ, denk ik. Maar er schuilt ook wel een avonturier in jou. Ja, zeker, zeker, zeker. Ik ben wel iemand die wil zien hoe het ergens anders eraan toe gaat. Wat is nog jouw droom? Ja, ik zou nog wel heel graag in... Of Engeland, Duitsland of Spanje willen voetballen. Maar ja, dat hangt er natuurlijk vanaf hoe ik me ontwikkel. En ik ga gewoon keihard mijn best doen en alles eruit halen wat erin zit. Gaan we het zien. Doc gemist? Ga naar foxsports.nl/doc.